Ook dit jaar starten we weer met de bestrijding van de eikenprocessierups. En dat doen we op verschillende manieren. Ze hebben ervoor gekozen om niet te maaien. En met behulp van de Natuurfederatie hebben we een aantal takkenrillen aangelegd. En dat trekt bijvoorbeeld een aantal vogelsoorten aan die de rups helpen te bestrijden. Ook zijn er op diverse plekken in de gemeente vogelkastjes opgehangen. Bijvoorbeeld bij het Plassengebied en de Vesten in Geertruidenberg. Bij de bestrijding van de eikenprocessierups hebben we ook gekeken naar de vlinderkaart. Die vertelt ons wat wel mag en wat niet mag. Op sommige plekken spuiten we bacteriepreparaat in de bomen en op andere locaties werken we met aaltjes die zich in de rupsen nestelen. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk preventief te bestrijden, maar er zullen altijd locaties zijn waar we de rupsen moeten wegzuigen. Dat doen we op basis van meldingen en prioriteit. Zo zullen we eerst gaan zuigen bij locaties waar veel mensen samenkomen, zoals speeltuinen en zwembaden. Heeft u klachten of meldingen over de eikenprocessierups? Mail dan naar eikenprocessierups@geertruidenberg.nl.